gaan het komend weekend de estafetteloop lopen van Hamburg naar Rotterdam. Dat is 570 kilometer. En dat gaan 8 lopers van ons team gaan dat doen. En daar gaan ze 2 dagen over lopen. 2 dagen. Dat is een knap eind, 580 kilometer. Ik mag zelf daar ook een stukje van meelopen, rond de 70 kilometer. Is het nou echt een uitdaging, Ben? Vertel eens, wat voor een... Je doet al voor de 10e keer mee, geloof ik. Wat heb je meegemaakt de afgelopen jaren? Nou, een heleboel mooie dingen, een heleboel, ja, soms ook wel problemen. Onweersbuien, hagelbuien, soms veel te warm weer. Mensen die ziek werden onderweg en dus een keer een bus die kapot was. Maar ja, dan lossen we dat allemaal op en we zorgen altijd dat we op tweede Pinksterdag ergens in de middag weer in Rotterdam aankomen, waar dan de finish is. Maar eerst komen we nog naar Almelo, want op zondag, de eerste Pinksterdag, rond de klok van 6 uur, half 7 smiddags, komen wij hier door het centrum van Almelo. En ik wil nog de laatste vraag eventjes stellen en daarna gaan we beginnen, beste kinderen. We doen het voor het goede doel. De Almelopers lopen voor het goede doel. Ben, kun je misschien aangeven wat is gerealiseerd met het geld dat de afgelopen jaren door de Almelopers is opgehaald? Nou, er zijn heel veel goede doelen mee bediend. Een van de mooiste dingen vond ik zelf dat we een keer een cheque van €50.000 konden overhandigen aan de Twentse Wensambulance. En die hebben daarvoor een speciale kinderwensambulance gekocht. Er is heel veel geld gegaan naar het ziekenhuis hier in Almelo en ook naar de verschillende hospices die in Almelo werkzaam zijn. En die doen er allemaal dingen mee waardoor mensen die ziek zijn toch net even wat prettiger en wat fijner kunnen leven. En daardoor toch gewoon ja, net iets minder erg is dat ze ziek zijn. Ik weet dat ze zijn wel, dat gaat goed. Maar de dames hebben het wel druk bij de stempelpost, zie ik. Ik ga eens even pols over te nemen, want ze stappen wel. Deze sponsorloop samen met De Heemde georganiseerd. Met als doel voor de Almelopers en de Roparun. Maar ook een deel van het geld, van de opbrengst, gaat naar nieuwe sporttenues voor de school De Heemde. En zo snijdt het mes eigenlijk aan 2 kanten. Enerzijds het goede doel en anderzijds voor de school. En er doen vandaag 250 leerlingen mee aan deze sponsorloop. En zoals je ziet, is het sportieve element van de Roparun is natuurlijk het goede doel. De Roparun, geld ophalen voor mensen die helaas ziek zijn. We hebben er in onze omgeving denk ik allemaal wel mee te maken. Mensen met kanker. En die willen wij graag nog een ja, iets betere kwaliteit geven in hun leven. Hij heeft zich echt het snot voor de ogen gelopen. En hij heeft maar liefst... Hoeveel rondjes heb je gelopen? 22. En nou ben je wel een beetje kapot, hè? Ja, ik heb spierpijn. Spierpijn, ja. Je hebt echt spierpijn. Nou, maar ik vind het heel knap dat je dit gehaald hebt. Ja. Het was best moeilijk, hè? Ja. En ik doe het voor het goede doel, omdat ik het ook goed vind dat mensen die wat armen en een ziekte hebben, dat ze hun ook wat leuks voor in hun leven hebben.